De laatste roman van Tommy Wieringa heet De Heilige Rita. En het doet ergens denken aan de avonturenroman Joe Speedboat die hij veel eerder schreef. Het speelt zich af op het platteland. Ook hier komt een buitenstaander het dorp met veel herrie binnenvallen. En de vriendschap tussen enkele plattelandsbewoners staat centraal. Maar daar houden de overeenkomsten op. Hoofdpersoon Paul Crutzen is een 49-jarige man die samen met zijn vader in één huis woont. Hij gaat regelmatig naar de hoeren en hij heeft een curiosa winkel met voornamelijk oude militaire spullen. In het boek stelt hij zelf vast dat het samenwonen met zijn vader geen goed teken is. Niet voor niets, dacht Paul onderweg naar huis, stond in Genesis dat een zoon zijn vader en moeder moet verlaten en zijn eigen vrouw moet aankleven om samen één vlees te worden. De band tussen ouder en kind had een beperkte houdbaarheid. Waar Joe Speedboat eindigt met de desillusies van de hoofdpersonen, daar zijn Paul en zijn beste maatje Hedwiges dat stadium al lang voorbij. Het dorp Marienhaven waar ze wonen stelt heel weinig voor. De pinautomaat is weggehaald wegens te weinig transacties. De jongeren zijn vertrokken, er is criminaliteit en zelfs het land staat leeg. De dieren waren definitief uit het zicht verdwenen en hij begreep dat hij een man was geworden die zich dieren in de wei herinnerde en bij het ontbreken daarvan een gevoel van verlies ervoor. In de loop van de tijd zijn er migranten in het dorp komen wonen. De gebruikelijke Chinees, maar ook Roemenen en Bulgaren en zelfs een Zuid-Amerikaanse pastoor. Als de eigenaren van het Chinese restaurant dat als een soort buurtkroeg functioneert vertellen dat ze zullen vertrekken, voelt Paul zich verraden. En verraden, dat voelde hij zich al eerder. De man die toen hij jong was het dorp binnen kwam vallen was een gevluchte Rus in een klein vliegtuigje gevonden door zijn vader. En de ironie wil dat zijn moeder er uiteindelijk met deze gevluchte Rus vandoor ging. Hoewel geen xenofoob of racist, staat Paul wel duidelijk paradoxaal tegenover de buitenlanders in zijn dorp. Daarnaast is hij paranoïde en laat hij zijn huis steeds verder beveiligen. En als er is ingebroken in het huis van een vriend, is hij ervan overtuigd dat hij de daders kent. De Heilige Rita is een verhaal over een simpele man die met dank aan de schrijver wel wat mooie gedachten en observaties voor de lezer in huis heeft. Een man die zich in zijn eigen hokje heeft laten vastzetten en zich dat ook realiseert, maar niet de macht of de energie heeft om nieuwe idealen te hebben. Nu volgt een groots gebeuren. De eerste rijtoer van Hare Koninklijke Hoogheid, Prinses Wilhelmina. Ze behoren tot de oudste filmbeelden van Nederland, de kroning van koningin Wilhelmina in 1898. Een ogenschijnlijk volksfeest in het Amsterdam waar destijds de villa's in Zuid als paddenstoelen uit de grond schoten. De elite vormde zich, terwijl in de binnenstad en de wijk De Pijp de arme bevolking droomde van een revolutie aan de hand van het opkomende socialisme. Niet iedereen was even blij met deze voortzetting van de monarchie. Tegen deze achtergrond schreef Gerrit Komrij zijn historische roman De Klopgeest, waarin hoofdpersoon Hector, een dandy die van flaneren houdt, zich in de villa's van de elite begeeft als medium. Iemand die tijdens seances door middel van klopgeesten en zwevende tafels in contact komt met de wereld van de geesten. Althans, dat denken de naïeve mensen die hem betalen. We can do all we got to do. Hector raakt bevriend met George, een socialist met wie hij gesprekken heeft over hun idealen en die hem op een gegeven moment confronteert met zijn oplichterij. En Komrij gebruikt vervolgens een ouderwetse plottruc. Door Hector en George, die in verschillende werelden lijken te vertoeven, een stap richting de wereld van de ander te laten zetten. En dat is dan ook het belangrijkste thema van het boek. Het bestaan van twee werelden naast elkaar die niet los van elkaar gezien kunnen worden. Wie weet zijn er niet eens twee afzonderlijke werelden, maar lopen ze gewoon door elkaar. Wie weet zijn de twee werelden één en dezelfde wereld. De wereld hier en de wereld daar. De wereld van nu en de wereld van straks. De wereld van de mensen boven en de wereld van de mensen beneden. De schrijver breidt dit thema uit via de bijpersonages die Hector op verrassende plekken tegenkomt. Deze personages hebben een schaduwleven. Ze lijken dus ook in twee werelden te leven. Aan de hand van tegenstellingen als arm en rijk, oud en nieuw, schijn en werkelijkheid, heeft Komrij zijn verhaal ten tijde van het Fin de Siècle opgebouwd met nog een subplot waarbij er juwelen worden gestolen tijdens een van de seances. En deze juwelen komen natuurlijk weer ergens terug. Het verhaal wordt door Hector verteld en afgewisseld met citaten uit boeken, uit een pamflet en zelfs uit een schoolboekje over het prinsesje Wilhelmina dat op Paleis het Loo met haar poppen speelt.
Tijdsprongen in een verhaal worden door schrijvers om verschillende redenen gebruikt. Zo zijn er maar weinig verhalen waarin personages de verhaallijn onderbreken om even naar de wc te gaan. Of bij de schappen in de supermarkt 10 minuten twijfelen welke zak chips ze nu zullen kopen om uiteindelijk maar 2 zakken chips te kopen. Daarnaast kan een schrijver grote tijdsprongen maken van maanden of zelfs jaren om de lezer aan het denken te zetten wat er nu precies in die periode is gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan Het Smelt van Lise Spitz, waarin de tijdsprongen het mysterie vergroten en achteraf krijg je als lezer dan de informatie waar je op zit te wachten. Een nog andere opzet vind je in De Stad in het Midden van Tim Krabbé. Hierin worden 5 periodes uit het leven van personage Louis Hanraats beschreven. Het boek, dat als een verhalenbundel is verschenen, bestaat uit 5 verhalen die je los van elkaar kunt lezen. Het gaat hierbij nooit om de vraag wat er gebeurd is tussen deze periodes uit het leven van Louis. Het gaat erom hoe deze momentopnames uit zijn leven met elkaar te maken hebben. Het is een spel dat Krabbé soms subtiel speelt met kleine verwijzingen en soms heel opvallend. Zo zijn het eerste en het laatste verhaal in tegenstelling tot de andere verhalen in de ik-vorm geschreven. En in beide verhalen is er sprake van een verdrinkingsdood van een kind. Waar Louis als kind zijn beste vriend Jan Punt verloor, daar blijft hij als volwassene apathisch naar de verdrinkingsdood van een klein meisjes staren. Het lukt hem niet om de held van dat verhaal te worden. En dat sluit aan bij een motief in het boek, in het midden staan. Let bijvoorbeeld op zinnen in het boek waarin het woord midden wordt genoemd. Louis is nooit het middelpunt. Hij is altijd degene die naast het midden staat. En ook letterlijk als hij naar Alice Springs wil, de stad in het midden van Australië. Een stad waar hij nooit aankomt. Het boek bevat ook autobiografische elementen. In IJsland is Louis een verslaggever bij een schaakwedstrijd. Net zoals Krabbé ooit journalist was bij een schaakwedstrijd van de schaker Fischer, over wie die ook nog een biografie heeft geschreven. Louis is eigenlijk maar een slap personage dat bijvoorbeeld een bed induikt met een 15-jarig meisje, terwijl hij weet dat het foute boel is. De mensen om hem heen hebben succes, maar pas als hij een beetje afstand heeft genomen. In de laatste regels van het laatste verhaal pakt hij een Australische postzegel die hij ooit van zijn vader kreeg. Een verwijzing naar het eerste verhaal. En alsof hij zijn leven ongeldig wil verklaren, scheurt hij deze postzegel doormidden.